Zojuist afgezet op school. We zitten dus in de auto. Ik sta voor de deur van de Pilates City in Rotterdam. En ja, ik heb dus eventjes een abs glutes workout geboekt van een uurtje. Het is dus nu 8:36. Ik ben dus nu hier en ze zijn dus nog niet open. En dus ik moet even wachten. Ik heb nog eventjes mijn proteïne. Dit trouwens is echt, dit is echt goor. Maar ik hou niet van dingen verspillen. Maar dit, mensen, ik weet niet wie dit drinkt. Shame on you. Dit is echt niet normaal. Dat is, ik weet niet hoe klei smaakt, maar het proeft naar klei of zo. Ik weet niet. Die textuur, het is gewoon raar. Alles. Maar ik ga het gewoon even verder opdrinken. En dan moet er, als het goed is, wel iemand aankomen om die deur te openen. Want we moeten altijd een paar minuten, 10 minuten van tevoren aanwezig zijn. En dus ja, ik zie jullie wel straks na de workout. We hebben al omgekleed, ik heb gegeten, ik had een meeting met Bowie. Lang niet gesproken. We gaan weer gezellig afspreken. En we gaan weer iets leuks creëren. Dus er komt weer wat leuks aan. En ik had nog wat pakketjes hier liggen die ik nog moest uitpakken. En ik heb nog heel wat lege dozen die ik weg moet gooien. Nou, in ieder geval. Nou, laten we dit maar doen. Wat zal het zijn? Dit zijn. Ja, dit zijn van die lampjes die je onderaan je kast vastplakt. Dus als het goed is, heb ik dat met dubbelzijdige, dat je het makkelijk kan vastplakken. En dat geeft het wel een soort van sfeertje in de keuken. En dan hoef je die afzuigen. Hoef ik die afzuigen of namelijk niet? De verlichting daar niet even aan te maken. Kijk, het heeft van die plakketjes die je dan makkelijk onderaan je kast. Wat is dit? Er gaat iets los. Er nog iets in. Ja, je kan ze blijkbaar ook nog eens makkelijk opladen. Ik bedoel, je hoeft niet van die batterijtjes te kopen. Je kan het gewoon weer weghalen en weer. Maar wacht even. Als je het gaat weghalen de hele tijd, hoe blijft het dan plukken? Dan heb ik een aanknopje aan. Hé, kijk eens. Leuk toch? Het is ook nog eens verstelbaar. Leuk. Alleen moet ik nog even uitzoeken hoe ik het onderaan de kast ga vastplakken. Want, en hoe ik het dan weer kan opladen. Ik heb nog een pakketje. Deze, dit is een. Hoe heet zoiets? Je kan dus zeg maar een soort van plateau iets. Hoe heet het? Gewoon een display. Kan je of parfums neerzetten of weet ik het allemaal wat je wil. In ieder geval ga ik er aan Genoa zijn parfumcollectie daarop zetten.
Janelle heeft parfum in de kamer. Ik vind het heel belangrijk dat hij lekker ruikt. Hij zit hier in groep 7. Hij is bijna 11 over 5 maanden. En ja, hij moet leren om goed te ruiken. Dus je schuift hem zeg maar in en dan doe je hem omlaag. Nou, we hebben dit nog als laatste. En dan ben ik klaar. En het is ook alweer kwart over 1. Janelle is over een uur en 15 minuten uit. Dan zijn we mooi op schema. Mooi op schema. Nou, dit is dus zeg maar voor je beleg. Dat was denk ik wel duidelijk, toch? Ja, 3 lagen. Vind ik perfect. Ik had dus een bamboe. Ik had eerst deze. En zeg je eerlijk, als je dit in de koelkast zet een paar keer, dan krijg je dus schimmel hier aan deze kant. En dat wil je niet op je beleg hebben. Dus heb ik een nieuwe gekocht. Dus vandaar dat ik deze heb. Ook handig. En, kan dus kaas in, kipfilet en kip gehakt. Perfect, dat is precies wat we eten hier. Zet de volgende breuken op volgorde van klein naar groot. Nee, ik wil je helpen met breuken. Dus wat is dit dan eigenlijk? 3/4. Ja, dus 3/4 is dus 3 van de 4. Dan hoeveel is dit? 7/8. Ja, 7/8. Oké, maar deze heb je dus wel goed? Ja, Leara heeft 2 van de 3 delen van de reis naar Belgische Brussel gehad. Dat is 60 kilometer. Dus je kan 60 keer 3 doen. En dan heb je 2/3. En 60 genoeg kan je. Je kan 60 delen door 3. Mm-hmm. Ja, ik weet sowieso. Ik ben niet zo goed in het bedrukken. Dus ik snap dat sowieso. Ik kan dat niet voor je controleren of dat goed is. Teaching my mother. Nou, maar je hebt het wel goed uitgelegd, Janelle. Dus jij kan mij wel leren breuken, want ik begreep het vroeger nooit. Wanneer moet ik je dan leren? Nou, laat me eerst weten of je dat goed hebt. Als je dat hebt laten controleren door de juffrouw en het allemaal oké is, dan kan je mij leren of het kan je mij leren breuken. Ik kan het wel breuken. Ja, sowieso. Oké, dat kan ik al. Oké, nou dan mag je mij nog niet. Dan mag je mij dat zeker laten. Nou, ik ga dit even opeten. Je hebt je huiswerk gemaakt, dus je mag gaan gamen. Ik zit de horenman te spelen in mijn kamer. Liefheid zit te filmen. Liefheid is een hele chaos hier, broeder. Hé, Liefheid, dit is oorlog weer. Het gaat dood door de lava. Liefheid, kijk. Om je te supporten met afwassen? Diep in 1 brein rotwoord. Brein rotwoord. Brain rot. Brain rot. Oopsie. Really, Noah? Not my problem. Oh my goodness. Iets wat ik schoon kan doen in ieder geval. Jij bent aan het schoonmaken en ik maak schoon wat jij aan het schoonmaken bent. Ja, omdat ik het al heb schoongemaakt. Maak het alleen maar erger. Nee, kom hier! Maar ik maak het toch erger. Jongen, naar de kraan loopt!
uur. Ja. Wat ga je doen als je klaar bent? Use my Roblox. No. Oh ja, maar I still have 1 hour left. Oké, ja, je hebt nog 1 uurtje op Roblox. En na 8 uur douchen. No, maar je kijkt geen dinges meer op school. Jeugdje nou. Dus dan kunnen we. Jawel. Hè? Ik kijk, maar ik kan alleen maar de helft zien omdat de basis rapport is. Oh, want ik wil weer naar jeugdje nou kijken met jou. Dat kan wel, maar ik kan alleen maar de helft kijken op school. Oh, maar dan kijken wij in ieder geval wel weer samen. Of was het met Noah? Meneer Bubbeltjes Eiland. Meneer Bubbeltjes Eiland gaat weg. Hé, hey, nou kunnen jullie het wel zien. Kijk nou eens. Trouwens, je kan ze dus zeg maar instellen op bewegingssensor. Dus deze staat namelijk gewoon ingesteld, dat hij gewoon aan blijft. En ik heb blijkbaar op een knopje gedrukt waarvan ik niet even niet weet wat. En dan, zodra je dan even met je hand er doorheen gaat, eronder, dan gaat hij weer echt scherp stellen. Ik ben echt zo blij hiermee. Ja, nee, dit is echt 10 aan de 10. Ik heb het gewoon even aan. Ik heb weer een ander pakketje. Dit moet dus geïnstalleerd worden. Kijk hoe mooi. Dit zijn dus van die muurtegels. Het heet dus een plakstrip. Dus dan plak je dit. En hier. Je moet hem wel even eerst schoonmaken. Even ontvetten met ammoniak. En dan kan je zo eraf plakken. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Hier dat blauwe, die haal je dan eraf. En dan plak je het zeg maar zo op je tegels. Maar ik kan dat dus niet. Omdat ik dus niet weet hoe ik dat moet doen. Zodat het echt precies is. En daarnaast heb je ook nog te maken met een stopcontact. En je kan ze gewoon makkelijk knippen. Nou ja, in ieder geval. En dat komt er mooi overweg met mijn aanrechtblad. Mijn eiland. Het gaat zo mooi worden hier in de keuken. Gewoon niet normaal. Ik heb gewoon echt. Ja, dit heb ik dus gewoon gekregen. Samenwerking wel. En ja, ik moet dus nog een filmpje ervan maken. Het filmpje moet ongeveer 30 seconden duren. Dus één, dat we dan eventjes schoonmaken. En dan gaan plakken en misschien gaan knippen of zo om het dan in elkaar te zetten. Kijk, zie je dat? Hey, cool hè? Ja, Amazon. Ik plaats het linkje van dit en van die rugtas. En van die bestekborden onderaan in de beschrijving in de video. Maar weer even om terug te komen op deze samenwerking. Ja, dit moet ik gewoon echt laten doen. En zo snel mogelijk een filmpje van maken. Dan ben ik gewoon niet zo handig. Echt jammer. Maar dit is dus een hele leuke samenwerking. En ik heb natuurlijk lang niet gedeeld op mijn YouTube kanaal. Maar ik heb dus een e-book. Een gratis e-book die je kan downloaden. Comment en dan plaats ik het linkje. Ik wil wel de comments zien met ready. En dan deel ik het linkje waarin ik zeg maar mijn stappenplan deel met jullie. Waarin je gewoon gratis alles kan volgen hoe je je eigen merk of je eigen bedrijf online kan neerzetten. Dus het is echt een marketingstrategie om jezelf zeg maar neer te zetten als een merk. Waardoor je dus zeg maar ook samenwerkingen binnen kan halen en hoe je dat zeg maar moet gaan doen. Maar daar heb je dus wel echt een plan voor nodig en dat plan heb ik helemaal voor jullie uitgeschreven. Het is alleen maar dat je het zelf moet toepassen op je eigen leven en kijken hoe jij daarin je weg gaat vinden. En dan op die manier een passief inkomen kan genereren. Dat is super leuk, super handig. Het is voor mij ook echt maar begonnen als hobby en weet je, mensen willen gewoon zien van hey, hoe combineer je alleenstaande moederschap in combinatie met ondernemen? Want hoe doe je dat? Kan je dat laten zien? Ja, heb ik gedaan. 1 TikTok filmpje. En jullie weten de rest. Waarom? Samenwerkingen komen binnen. Het is betaald goed. Het is echt lekker. Sommige opdrachten zijn gewoon meer dan mijn eigen onderneming die ik binnenhaal qua opdrachten, weet je. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar sommige opdrachten vanuit mijn influence opdrachten zijn meer dan een opdracht die ik met mijn onderneming voor marketing of communicatie binnenhaal. En dan is het gewoon echt een filmpje maken. Terwijl daar ben je, met mijn eigen onderneming ben ik gewoon echt soms maanden bezig aan een opdracht. En dan krijg je gewoon een samenwerking binnen. Terwijl je dat bedrag gewoon
door één filmpje hoeft te maken en dat andere is net iets langer. Maar ja, je moet je weg daarin zien te vinden, dus je kan niet in één keer zo abrupt opzeggen. Dus ik zeg altijd dat als je van plan bent deze richting op te gaan, als in je eigen merk zetten online, een influencer worden of een content creator, zorg er wel voor dat je wel je eigen vaste lasten kan blijven betalen. Dus zorg ervoor dat je nog wel je baan houdt voordat je dat helemaal opzegt. Dus maar ja, dat staat allemaal uitgelegd in mijn stappenplan. Dus als je ready bent om te gaan starten, dan zeg ik, kom met ready! Ik ga in ieder geval de vlog van vandaag afsluiten. Het was weer even lang geleden dat ik weer eventjes moest vloggen. Dus ik ben op bepaalde momenten ook echt vergeten, zoals heel die intro. Ik heb niet eens gezegd, hi iedereen, mijn naam is Hedeke, lekker tjeke. Ik ben het gewoon helemaal vergeten. Ik ben gewoon in één keer rap begonnen met het ontbijten en unboxen. Ja, we gaan gewoon vanaf nu weer echt wel lekker er tegenaan en gewoon elke dag filmen. En Jonah die was dus vorige week ziek. Ja, de school is net weer begonnen en meteen al de bacteriën en everything. Meteen Jonah was de tweede week, dan op de dinsdag, helemaal uitgeschakeld. Keelpijn, hoesten, koorts. Dus ja, dat kan je ook niet echt filmen, dat valt ook niks te filmen. Dus nu kunnen we er weer tegenaan. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent. En deze video te liken, want dat helpt ons wel. Verder te komen met YouTube, weet je wel. En dan kunnen andere mensen dat ook zien als jij deze video like. Hoe meer mensen het liken, hoe meer mensen de video kunnen zien. En het is trouwens gratis. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Ciao!